Wijngaard Keersop is dé uitzondering in een verder heel gewone volkstuin in Valkenswaard. Ted van Kessel verbouwde op zijn stukje grond verschillende soorten druiven om wijn te produceren. De druivenstruiken behoeven veel aandacht en arbeid. Daarom is van Kessel regelmatig in zijn tuin te vinden. Het is een vrij kleine wijngaard natuurlijk, maar alles bij elkaar per week toch wel een uur of 4, 5. Ja, wil je het goed doen natuurlijk. Hè. De belangrijkste reden dat ik een wijngaard wil beginnen is omdat ik al een wijnliefhebber ben. En ik ben ook lid van een wijnclub. En dat is een hele grote club van ongeveer 200 personen in Brabant. En dat heeft me aangetrokken om zeg maar, zelf ook een wijngaardje te beginnen. En gewoon interesse zeg maar, in de wijn zelf, maar ook interesse in de groei van druivensoorten. En uiteraard ook vaak op bezoek geweest in Frankrijk bij diverse wijngaarden. En daar rondgekeken en uitleg gehad. En bij onderzoekscentra geweest in Duitsland. En dat heeft mij ertoe bewogen om ook een wijngaardje te gaan beginnen. In Frankrijk en Duitsland zie je volgens Van Kessel voor iedere wijngaard een rozenstruik. Ook voor zijn tuin is er eentje te vinden. Waarom? Druiven zijn vrij gevoelig voor bepaalde schimmels. Met name meeldauw, valse meeldauw. En het typische is, wanneer dat verschijnsel zich optreedt, dat het eerder te zien is bij rozen dan bij druiven. Dus wanneer een wijnboer naar zijn rozen kijkt en hij ziet daar op een gegeven moment valse meeldauw of andere meeldauw, dan weet je van, hé, oppassen, ik moet mijn druiven gaan bespuiten, want anders gaan straks mijn druiven ook besmet raken met meeldauw. Als alles zeg maar, ontwikkeld is, dan moet je rekening houden met 2 flessen wijn per struik. En ik heb er ongeveer een 38 staan. Dus dat zou betekenen, in het meest gunstige geval, zo'n 70, 75 flessen wijn. Zo, dat is wel wat. Genoeg voor eigen consumptie. Ja, inderdaad. En uw vrienden en familie, zijn die ook fan? Nou, mijn vrouw wel. Die is wel fan. Maar verder, nee. Mijn kinderen die geven er niks om en die vinden dit maar een waardeloze hobby. Die drinken liever wijn uit de supermarkt of van een goede wijnwinkel. Ja. Ze hebben in ieder geval niet van hun vader de hobby meegekregen? Nee, beslist niet. Die hebben andere hobby's.